Adeline, kan je nou ook zeggen dat je opgelucht bent? Opgelucht weet ik niet zozeer. Ik ben wel echt heel erg blij met hem. Het is echt natuurlijk, ja goed, na zo'n operatie en dan zo'n korte voorbereiding weer. En dan geen wedstrijdervaring natuurlijk, toch weer naar binnen gaan. En ja, geweldig paard. Nou, stond Nederland gisteren derde na het eerste gedeelte. Ja. Edward rijdt een prachtige proef. Hoe ga jij dan die piste in? Ja, ik denk als Edward zo goed doet, dan moet ik ook zo goed doen. Want anders heeft hij voor niks zo goed zijn best gedaan. Dus op zijn minst moet ik ook even goed rijden. En nu? Ik weet niet waar we staan. Ik heb geen idee. Ik weet niet eens mijn eigen score. Dus, Voor mij heb jij je boven de 80. En heb je in ieder geval als land hebben we zilver. Oeh, dat is goed. En Duitsland moet nog natuurlijk. Oké. Fingers crossed.